voel je je als Surinaamse kunstenaar enigszins verantwoordelijk voor het tot uiting brengen van de Surinaamse cultuurwaarde? Ik denk dat ik verantwoordelijk ben om Suriname te vertegenwoordigen op het wereldtoneel. In de beeldende kunst in de wereld. En wat moet dat dan gaan inhouden? De Surinaamse cultuurwaarde. Want moeten we kijken naar elke etnische groep apart? Of moeten we kijken naar die à la condre cultuur, die nieuwe identiteit? En als ik moet kiezen, dan kijk ik liever naar die nieuwe identiteit. Dat eigenlijk eenheid symboliseert. En daarmee ben ik inmiddels ook al bezig met een aantal, bijvoorbeeld het Flexible Man project. Daar ben ik bezig met die à la condre cultuur. Om het publiek bewust te maken van we zijn één. We hebben één cultuur. We komen uit verschillende streken, maar uiteindelijk groeien we naar elkaar toe. En die groei is nog steeds gaande. We hebben het eindpunt nog niet bereikt. Wel, wat ik me kan herinneren, toen ik 25, 26 was bezig te schilderen, had dit helemaal niet te maken met Surinaamse cultuur of whatever. En ik ga geen politiek denken. Ik ga mijn land vooruit helpen. Bij mij gaat erop, kan ik het verkopen? Want dan kan ik mijn extra pachil saus kopen van mijn eten. Verder niet. Je maakt iets en je wil het, is gewoon een product. En natuurlijk ben je blij als het wordt gewaardeerd en we praten erover. Maar dit is nooit bij mij opgekomen. Pas op later. En door die hele politiek is men dit allemaal gaan omkeren. Surinaamse cultuur bestaat niet. Bestond niet. Wij hebben het gemaakt. Wat wij doen, en elk bewoner die hier zit, die doet iets en dat wordt Suriname. Het is niet zo dat ik ga naar Suriname. Dat ding bestaat niet. Alleen een politieke praatje. Je doet het omdat je auto wil kopen, dan werk je harder of je produceert. Later wordt het geïnterpreteerd en wordt het Suriname. Dus je praat over verantwoordelijkheid van de persoon. Als je mij vraagt, vraag dit nooit aan een jong persoon. Vraag die jong persoon, heb je een vriendin? Wil je met haar trouwen? Dan moet je geld hebben, gaan werken. Wil je snel rijden? Ga een fiets kopen. Maar voordat je fiets koopt, ga werken, dan kan je een fiets kopen. En na 20 jaar tweedehandse brandfiets. En na een paar tweedehandse auto. En dan, als je 50 bent, 45, dan heb je een nieuwe auto. That's life. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.